Yo mensen, Mark hier. En uh, laten we gelijk met de deur in huis vallen. Nee, ik had niet Thiefdeer Messi uit die player pick. Als jij het wel hebt, nogmaals, net als de vorige video, ik ben heel blij voor je. Als je de vorige video niet hebt gezien, ik zou hem zeker even kijken. Dan kun je jouw perkelijk vergelijken met iedereen in de comments. Maar, um, ik heb hem niet. De player pick is nog niet terug. Als je niet weet waar ik het over heb, god bless your soul, want daar komen we zo bij. Maar, een duimpje omhoog zou deze video enorm helpen. En vergeet vooral niet te abonneren of de afspraaklijst te checken, als je dat nog niet hebt gedaan. We hadden een 86 plus... Uh, top leaks, player pick, het kwam erop neer dat je um, had een kans op een team of the year, maar hij was eigenlijk broken, want waar het op neerkwam is dat, zo so leek het te zijn, um, elke leak had evenveel kans om te verschijnen. Dus la laten we zeggen, nou ja, 13 uh, leaks hadden geloof ik in totaal die in aanmerking kwamen, elke leak had ongeveer even grote kans, wat betekent dat in totaal 30% van de mensen, zo so leek het als je resultaten vergelijkt over social media, kreeg de MLS. De enige 86 MLS-kaart op dit moment is Team Verteer Messi. Dus een idiote groep mensen heeft Team Verteer Messi. Uh, ik ben niet een van die mensen. Ik kan er ook niks aan doen. Wat ik ga doen, is: ik ga 195 packs openen. Ik ga al mijn duplicates eruit recyclen. Ik krijg gelijk een Honorable Mansion. Uh, dit is Son en and an een ander. Uh, ik weet vrij zeker dat het een Honorable Mansion is in ieder geval. Uh, we krijgen gelijk Ederson, dus dat is leuk. Ik verwacht vooral gewoon niks. Kijk, ik baal, als een stekker, dat ik niet een van de mensen ben met Messi. Natuurlijk, je bent wel eens even de beste, het is de, de beste kaart misschien wel in de game op dit moment. Maar ik weet niet hoe EA dit kan, slash gaat fixen. En aangezien we het over EA hebben, wil ik ook niet te veel verwachten. Weet je wel, het is gewoon... Ik, ik, ik speel deze game al lang genoeg, ik weet hoe dit gaat. Het is ook gelijk, aangezien ik Gundogan moet inleveren hoe de eerste squad gaat, een 88-rated team... Uh, voor, um, je weet wel, uh, Sawa. Nu kan ik er de 20 van die 81 plus keer 2 packs wel zeggen, met redelijke zekerheid. Dat ik uh, nooit meer uh, 81 plus keer 2 zal opnemen. Nou, ik heb gelukkig, ik geloof 13 is het. Van deze 85 plus keer 2's. Dus dat zou me flink eind moeten helpen. Dit is een Icon? Modric en an een Icon? Toch? Een normale Icon weliswaar dan. Maar, het team is hier Icon. Ja, welke? Welke, 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 welke? Oh, dit is heel cool. Mogelijk, heel cool. Check! Let's go! Oh mijn god, van de SAR vervangen. Ik, ik ben niet gelovig, maar ik, ik bedank alles wat daarboven zit. Ik kan eindelijk mijn keeper vervangen. Dit is beter dan... Nee, dit is niet beter dan TNT Hermes hier. Maar dit is fucking huge! Yo, let's go! 85 plus keer 2. Woe! Tweede blue. Uh, nog geen echte blue, maar ik ben ons nog wel blij natuurlijk. 85 plus keer 3. Een uh, in inform. Ken welke? Ik weet niet wat het inform team is deze week. Uh, de bruine? Oh nee, hoort natuurlijk. De bruine heeft niet <laughs> die. Laat maar. Oh, inform uh, Lauren James. Ik ga eerlijk zijn. Ik ben oprecht heel blij met die check. Vooral omdat ik van de SAR in kan leveren zonder zorgen. Inform. Uh, inform Lautaro? Nee, dat is sowieso Lautaro en een ander. Uh, maar deze is ook weer tradable. Dus dat scheelt. Uh, het is inform Basja. En als ik een voorzet bitch was, dan zou ik hier heel blij mee zijn. De grant gaat door. Een paar slechte packs eruit moeten werken. De 85 plus keer 2. Kijk, deze zijn hit or miss. Soms krijg je zijn Spaanse CM, en dan weet je dat het gewoon parejo is nu. En je krijgt gewoon vaak niks speciaals. Kan ik dit inleveren voor mijn laatste, voor, nou voor, voorlopig voor zijn ik weet het in ieder geval. 88 rated team voor Saba. En ik merk nu al een klein beetje wat mensen bedoelen met de struggle van aan hoger rated komen. Het is echt lastiger dan je denkt. Boys, ik pak gewoon trouwens weer een blue. Het is wel een honorable mention. Um, dus dit is... Pernod Silva. Letterlijk de, de enige die... Nou ja, ik had nou, ik, 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 andere vier objectives. Maar de enige naast Edison die ik al had in eerste instantie. Uh, en een hofman, dus... Nu, nu komt het lastige deel van de kaart. Ik moet 43... Van die 83 plus keer 2 packs over. Dus je denkt dat ik veel coole packs had heb. En dan valt het dus eigenlijk wel mee. Want dit, dit, dit gaat de toon zetten. Dit begint met die uh, Taragon, of ze ook heet. Als je hem nou straks weer ziet en je denkt: wow, wat heb je opeens weinig packs over? Dan weet je dus hoe slecht deze packs waren als ik er zo weinig van laat zien. ik kon intussen wel dit inleveren. Omdat ik het een dubbele Inform Jansen krijg. Ik zit op het punt dat ik meer Informs heb dan handige Rare Golds. Maak daarvan wat je wilt. Lever wil ik ook dit in voor een 83-rated team. En dat is vooral omdat ik 83 stubbel krijg. Ik geloof niet dat het om een goede reden is. Maar het is wel een begin aan het zieken. En lever ik deze set dubbel in met dubbele bedoel ik uiteraard Torregon voor een 85 team, Een van de teams voor Cafu. Um, ik kan die andere squad nog niet doen want ik heb geen Asimilon speler. Lever ook dit in omdat we weer een dubbel hadden namelijk Royce en Lisandro. Voor weer een 85 team van Cafu. Want dit, dit, dit is het voordeel dat ik deze nog niet gedaan had. Dus dit is de enige plek waar ik nog 83's en 84's kwijt kan. Zo ronden we ook een 83 reddit squad af met een inform en een AC Milan speler die ik gekocht heb voor 1500 coins. Want ik had het geduld niet. Ik, ik, wat ik net zei, kan gelijk weg. Ik kan bijna niks meer nu met 83/84. 84's. Oké, okay, dan lever ik dit in voor een 85 plus upgrade. 86 plus. Dan weet ik dat je denkt, waarom doe je dit? Waarom lever je een 87 in? Uh, ik krijg niet genoeg... Walkouts uit die 83 plus 2. En ik krijg een dubbele inform Duitser. Ik weet zijn naam niet. En zonder grappen, de 83 plus zijn zo slecht dat ik gewoon een paar keer net heb moeten gapen, terwijl ik niet moe ben. Oké, okay, dan lever ik ondertussen wel dit in voor een 87-rated squad van Maldini. Uh, Neves gaat er toch uit voor dus dat is niet zo erg. En ik heb die inform dubbel. Er okay, komen we nu wat meer aantal packs. De 80 plus keer 10. De 81 plus keer 11. En dit zullen vooral de packs zijn waaruit ik fodder ga krijgen. Die ik moet gebruiken om die crafting upgrade te recyclen. Een Lewandowski is uitstekende fodder. Um, dus daar beginnen we goed mee. Maar je ziet ook aan dit soort packs dat ik gewoon. Ik heb niks meer. Op dit punt. Dat, dat is de reden dat ik alleen 83 en 84 uh, SPC dingen kon doen. Omdat ik gewoon verder niks heb. Kijk, dit is ook goed. Je kan krijgen de 81 plus keer 11. Um, ik heb er. Leuk dat ik die informatie krijg. Maar ik heb er op dit moment gewoon te weinig aan. Alleen vind ik ook dit maar in voor een uh, 85 plus middenvelders keer 3. Want, again, uh, je moet die kaart toch ergens kwijt. Ik, mijn rated kaarten bewaar ik wel echt. Of in ieder geval dat gevoel heb ik. Maar als ik kijk naar de squad, zie ik nog moet voor bepaalde spelers. Dan, ja, kijk. Sawa is geloof ik 88's. Uh, nee, 287, sorry. Dus you know, daar komen we nog wel. Uh, Cafu is nog. Uh, een 88, 87 en 86, dus we komen er wel, maar dat kan ik doen zodra ik de 85 plus keer 2 is blijf openen. 84 plus keer 20, 83 plus keer 20, 83 plus keer 10. En lever ik ook dit maar in voor een 86 rated team, één van de laatste drie van Cafu. Wat ik dan ook nog even heb gedaan met dubbele fodder is de 87 plus hero player pick. Die dus eerst ook gebukt was, want sommige mensen kregen een 86. Uh, ik weet niet of daar compensatie voor is geweest, maar we krijgen in ieder geval extra fodder erbij. Uitstekende folder zelfs. Bombastor. Uh, wat heel goed is, want Relentless Plus, zij is super populair. Um, uh, ik, ik, ik denk na Havertz of samen met, Net na Havertz misschien de beste. En dan kunnen we nu eindelijk komen bij de pack die iedereen gespaard, geopend heeft, ge wat dan ook. 83 plus keer 10's. Uh, dit gaat me waarschijnlijk teleurstellen. We beginnen met... Ik denk Saka wordt het. Saka inderdaad en dan de tweede is uh, Hemp dus twee 86's niet de crème de la crème maar we kunnen er wel mee en een dubbele wash Verleid, dan gaat dit ingeleverd worden voor 187 squad en daarmee dus wat ik het code nog gekregen uit een tweede hero player pick um, die moest ik even snel doen via de webapp maar daarmee hoeven wij nog maar één squad voor Saba. en dan lever ik dit in voor de laatste 87 rated squad en dan voltooien wij hiermee uh, hoe heet ze van Homare Sawa. Oftewel gewoon mijn nieuwe icon. Centimeters natuurlijk met Relentless. plus uh, Gaat super chill zijn. Zou ik nog nodig hebben ook. Want ik moet zometeen nog die Rivals wins pakken. Dus haar SBC is nu in ieder geval voltooid. Een icon waar ik heel blij mee ben. Uh, die we voor niks hebben gedaan eigenlijk. Ja, voor deze wel. Ik geloof dat we voor eens. Ergens kochten we een Benasser net. Maar dit is top. Oké, okay, 86 plus keer 3. Is een honorable mention denk ik. Poolse spits. Dus Lewandowski weer. Of Pajor. Pajor, inderdaad. Uh, met een honorable mention ernaast. Dat wordt Trent. Oh nee, was Jalla? Cool, 91 graded fodder. Heel erg goed, by the way. Heel erg blij ermee. Uh, en nog Kim Little. Uitstekend. Ik kan hem ook gebruiken. Maar ik ga niet echt lekker op die normaal, normaal werktempo. Maar ja, hij kan wel links-midden starten. En dat is dan weer wel handig. Oké, okay, tijd voor een grote pack. 83 plus keer 20. Uh, een inform. Modric en wie? Is de vraag. Modric en Wie? Uh, het is daarbij. Johnston. En dan om alle kaarten te recyclen. Ik weet dat mensen anders helemaal lijp worden als ik het niet doe. Heb ik een 83 player pick gedaan. Die ik absoluut niet nodig heb. Want ik heb er al 20.000. Maar. Uh, die kaarten moeten er toch ergens in. Dus. <laughs> Altijd een 87 inform. Waar ik echt geen droom aan heb. Want ik heb zelden zulke hoge rated informs nodig. Maar gegeven paard en al dat soort dingen. En dan lever ik dit in voor een 87 rated team. Een ene laatste team. Voor Kafu. Volgende, 83 plus keer 20, is een nominee. Zeker mooi. Uh, Nigeriaanse Spits. Oh, Oshiman als eerste. Oké. Okay. Tweede is dan... Het zou geinig zijn als weer Musiala is. Nee, het is Ederson weer. Kijk, dit helpt. Uh, hopelijk is de rest ook goed. Dat zou fijn zijn. Uh, ja, wel een paar walkouts. En maar vier dupes. lever ik dit in voor een 87 rated squad voor Maldini. Ik laat Martinelli en uh, Mukiele gaan, want... Ja... Mijn team wordt toch beter. Oké, okay, 84 plus keer 20. Stap omhoog. Het is geen special card. Het is Argentijns split Lautaro als 1A hoogste. Um, oké. Okay. Wat is dan de tweede? Laten we hopen op iets hoogs dan. Dan kunnen we nog een beetje goed praten. Dat wordt... Tom Roffel Oblak. Hmm, niet best. Echt niet best. Maar... Uh, Paar walkouts. kan ik dit inleveren voor een 88 kwade team van Maldini. En dit kost veel moeite. En daar moet ik er nog twee van. Dus dit is wel echt de taaiste tot nu toe. Maar het is in ieder geval binnen. Okay, dan lever ik dit ook nog in voor een laatste uh, 87 squad. En dan gok ik hiermee op een goede icon die dan goede fodder is voor Maldini. Als het niet zo is, blijkt het een super domme move te zijn. Uh, als het wel goed gaat, dan, you know, dan scoren we. Uh, 92. Wat betekent het. Kijk. Als je dit qua bruikbaarheid zoekt. Is dit een L. Maar... Ik heb fodder nodig voor Maldini. En dus is het goed. Dan moet ik dus nog maar één squad van Maldini. En dan heb ik nog maar 37 packs. Dan denk je. Wow. Ik heb je lang niet gezien. Uh, Melgato liep kennelijk vast door de laatste squad van Maldini. Heel gaar. vrij Leum ook zeker. Uh, en ik heb heel veel packs geopend die... Gewoon heel average waren. Kijk, ik, ik, ik wil je best een 84,5 laten zien. Of een 84,2. Maar op het moment dat ik daar ja, voor de 34.000ste keer. Motorichat krijg. Uh, dan heb je het wel een beetje gezien, denk ik. Dus hier is het weer kroos, wil ik dan zeggen. En het ding is nu vooral wel. Ik heb dus nog 35 packs. Maar ik moet nog 2,88 squads. En ik moet zeggen. Ik ga erg twijfelen of dat nog wel werkt. Kijk, dus, 80 squad is gewoon vrij pittig. Net als het accepteren dat hieruit krijg ik dan. Uh, Oké, okay, Neymar is dan wel we heel geinig, moet ik zeggen. Uitzondering op de regel, had ik niet verwacht. 89 rated. Kijk, hieruit weer een vorm het zal toch ook eens een keer niet. Maar we krijgen ook... Uh, Hekerberg, toch? Noorse spits. Oh nee, het is schorlof. Dan lever ik dit nog maar in voor een aanvallers 85 plus keer 3. Uh, dit is normaal gesproken, laten we eerlijk zijn. Geen geweldige deal, moet je ook zeker niet doen. Maar uh, ik, ik kan de meeste van die 87. Je mag maar in een 88 squad, mag je in principe, als je de standaardformule gebruikt, maar twee 87's gebruiken. Je hebt natuurlijk variaties, maar... Over het algemeen weet je waar je aan toe bent. Dus uh, drie aanvallers, drie keer 85 plus. Nu gewoon hopen dat het niet 3,85 zijn, want dan ga ik een klein beetje houden. Inform natuurlijk. Uh, Franse spits ook. Gris. Nee, wie? Uh, Terrier? Is dat dan? Als enige walkout. Dat is een zeer, zeer pijnlijke. Uh, waar ik geen drol aan heb. Dus twee informs. En een Berardi. Dan lever ik dit nog maar in, want ik moet weer dubbele spelers kwijt. En dan krijgen we dus weer een inform player pick. Again, kwestie heb ik niet nodig. Maar we zien wel, kijk hier bijvoorbeeld 86 Marino, wat doe ik ermee? En zo heb ik dan maar een 85 Rated Squad gedaan, zodat ik een 86 terug terugkrijg. Geen stond aan, maar in het kader van, kijk, ik kan ook al die dupes gooien uh, in de Crafting Upgrade. Maar ik denk dat mensen verdrietig worden als ik dat doe. Nou, de, de andere dubbele was Banasso, dat zal dan wel. Dan lever ik dit in voor de 85 Rated Squad van uh, Sugar. En dan vraag je je af waarom? Uh, ik kan niks anders. En zo heb ik gewoon even met bronzen Service, heb ik maar daarvoor Sugar afgerond. Wat ik zie als 89 vodder, want dit is de enige manier om eraan te komen. Dat is het enige wat ik zeg. Ik zie mensen met Discord 84 en zo discarden. Ik bedoel, als je het nog niet gedaan hebt, doe dan die Icon SPC's. You know, dan heb je in ieder geval hoger rated folders nodig hebt. Lever ik dit in voor een League Legends squad van Treszeke. En zo heb ik ook uit verveling maar gewoon David Treszeke afgerond. Again, doe ik geen rol mee. Maar 89 rated folder, uh, makkelijkste manier om aan te komen als je sommige kaarten wilt recyclen. Uh, zoals dingen zoals 84 en 83. Ik bedoel, je hebt bijna geen troll nodig. Ook Keen zal waarschijnlijk hetzelfde voor gelden. Uh, die heeft het niet hoger nodig, nog een 86. Maar goed, op zijn minst uh, Trezag en dus. Uh, Trazeggy en. Uh, hoe heet die nou? Uh, Shuker, zijn In ieder geval makkelijk te doen. En dan hopen. Ik ben oprecht bereid die laatste squad van Cafu te kopen. Omdat ik denk ik denk niet dat ik het nog in me heb. Om nog meer packs te openen nu. Boys, ik krijg ze waar weer niet. De wonders in de wereld nu. Ja, het is Harry Kane. Oh mijn god, dit is zo so fucking huge. Ik zweer het. Dit is zo so gigantisch voor me. Ik weet het. Ik ben het oprecht. Want. Uh, uh, ja, kijk, de rest is shit, maar dat maakt me niet heel erg uit. Dat gaat allemaal naar de lijst en dat uh, komt later wel terug als ik weer crafting dingen ga recyclen. Want kijk, Kane. Uh, wacht, is die duur, by the way? Maakt niet uit. Kane, gaat, Kane is voller. Kane is voller, 100%. Uh, want Kane, kijk, die gaat erin bij de laatste squad van Maldini. En door Kane kan ik echt vies veel kaarten besparen. En die kan ik dan weer gebruiken voor Cafu, waardoor dat minder lang hoeft te duren. Ik ga Cafu niet vandaag af kunnen ronden. Ik ga eerlijk met je zijn, dat, dat gaat niet lukken. Hé, hey, hallo. Uh, maar we kunnen wel grote stappen maken. Want kijk, als ik Kane er nu in doe... Uh, bam, 88 rated, Maar echt ruim ook. Want door Kane te gebruiken en andere kaarten weg te laten... kan ik Trezeguet, Sugar en Griezmann bewaren. En kan ik dit inleveren. Godzijdank een hemelwaarde. En dat is dat de laatste squad voor Maldini. En als je denkt, wow, wat heb ik net weinig packs gezien? Accepteer de hint. Uh, dat is daadwerkelijk hoe slecht mijn packs waren. Dus wij hebben nu 92 rated. Uh, ik wil zeggen, normaal zou ik zeggen Primer. Dat is natuurlijk gewoon Icon Maldini. Heel erg blij hiermee. Uh, heeft ook lang genoeg geduurd, dat zeker ook. Oké, okay, Het is een beetje toverlijk qua chemistry en qua hoe het allemaal moet staan. Maar wat er dan gebeurt is, ik start het zo. Dat lijkt gek, dat is het misschien ook. Maar dit werkt qua wie waar kan staan. En dan in game is het gewoon een vier atheb. Maar dan spelen we gewoon 4-4-2 met deze uh, instructies. Sorry, tactieken, eigenlijk en een gebrek aan instructies. Uh, dus Pushkas links, Chrisman links voor Trivela's indien nodig. Bombastor, allebei rechtsback tijdelijk. Uh, Cafu komt natuurlijk wel binnenkort. Maar dit is hoe ik het dan nu even doe. Het was een lange grind. Uh, zeker niet meer leuk na een x aantal packs. Maar we hebben hem wel gewoon gedaan. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je allemaal goed vergaat. En dan zie ik jullie later. Joe